Wie is toch de eigenaar van het weggelopen Loopse fretje dat zondag gevonden is in Woerden? Waarschijnlijk is de fret weggelopen omdat ze naastig op zoek was naar een verzetje, want ze is dus loops. Maar dat is een hartstikke slecht idee, zegt de frettenopvang op Facebook. De kans is namelijk klein dat een fret op straat kan overleven. Dus daarom is frettenvereniging Fretten Gestoord nu op zoek naar het baasje. Het gaat om een jonge fret van waarschijnlijk 10 tot 11 maanden oud. En als na 2 weken nog geen baasje zich heeft gemeld, dan wordt de jonge fret herplaatst. Is dat Freddie Mercury ook toevallig? Ik sluit het niet uit. Dus mocht je een tip hebben of weet je, ben je zelf je fret kwijt, bel even met Fretten Gestoord. Fretten Gestoord. En dan heb ik mijn nieuwe jingle niet eens laten horen. Oh, laten horen. We hebben een nieuwe jingle. Gerard en Lo. Yeah. Wauw. Wat een jingle, hè. Ja, hartelijk dank. Nou, en dan nu de categorie.